Dag Sanne, namens Projectweek ga ik het nu een keertje overdoen, want dit is een test. En wat ik eigenlijk wil zeggen is, dag Sanne, zoals beloofd ga ik weer zeggen. Nou Sanne, even overnieuw, want ik moet het anders doen. Dag Sanne, van harte gefeliciteerd met het slagen van jouw... Dag Sanne, van harte gefeliciteerd met je slagen. Zoals beloofd zou ik jou het een en ander laten weten vanuit Aruba. Bij deze doe ik dat natuurlijk ook. Ik weet dat een praatje erg kort moet zijn. En ik weet ook dat Wiep jou alle lof heeft toegeschreven. Dus dat hoef ik van hieruit niet te doen. Ook is het zo dat jij een keer eerder de projectweek hebt mee mogen maken. Je weet hoe gezellig, hoe leuk en hoe mooi dat is. Dus we vinden het ook jammer dat je er niet bij bent. Maar de vakantie die jou te wachten staat is ook helemaal top. Daar hebben we al uitvoerig over mogen praten. Dus daarmee maak jij jouw afstuderen helemaal compleet. Tot slot de boodschap van harte gefeliciteerd en we hopen elkaar veelvuldig terug te zien. In de VLG of bij gastlessen of op andere manieren. Maar dat weet ik zeker dat we elkaar gaan zien. Nogmaals gefeliciteerd en ook namens het project. En hier is dan de laatste boodschap.